Hier is het te groot. Goedemiddag, mensen. Ik mag vandaag deze sessie voor u modereren. Mijn naam is Sander Bakkenist. We zijn iets uitgelopen in het hoofdprogramma, dus we gaan gauw van start met de eerste subsessie. En we hebben voor u twee sprekers. Dat is zo net als in het ochtendprogramma, het eerste programma al geïntroduceerd, Patrick Peters van het WL Vlaanderen. Hier aanwezig. En ook Miron van Damme van de TU Delft. Beide heren zullen u iets vertellen aan de hand van een presentatie. En ze hebben mij nadrukkelijk verzocht om ook de interactie op te zoeken. Want u bent hier de derde partij. En vragen tussentijds of na afloop zijn van harte welkom. Het is vandaag halen en brengen. En dan denk ik dat ik het woord nu eerst geef aan Patrick. Ja, dankjewel. Ja, jullie kennen mij ondertussen al, hè? Dus dan... ik ga ineens van start. Misschien een kleine bedenking waar dat jullie in jullie achterhoofd mogen houden als jullie straks mee mijn verhaaltje volgen. Is als ik persoonlijk op dergelijke grote dijken in Vlaanderen, maar evengoed in Nederland loop, dan vraag ik mij altijd af, hoe kan eigenlijk zo'n dijkstuk, dat is toch een groot grondwerk, of met een stevige afdeklaag, toch in vele gevallen, een brede kruin. Soms hebben wij hier nog op de kruin een asfaltlaag. En hoewel de kansen op falen nooit nul zullen kunnen zijn, heb ik toch altijd in mijn hoofd van... de kans is misschien nul, maar bestaat er überhaupt de mogelijkheid wel dat zo'n dijk breekt? En het is vanuit die... Dus houd dat in je achterhoofd als je het verhaaltje wat wil volgen. We gaan verder. Dus wij hebben het straks, of onze sessie samen met Miron, gaat over een klassieke bresproef. Een klassieke bresproef ten gevolge van overslag en overloop. Er ontstaat een soort initiatiegeul en dan begint de bres te groeien in de breedte. Kort overzichtje van wat ik meen als state-of-the-art kennis te weten, is er zijn eigenlijk al heel veel proeven geweest op laboschaal rond bresvorming. Het gros is met zand. Er zijn ook een aantal mensen die al met klei hebben proberen te experimenteren. We hebben wel uiteindelijk een aantal zo synthese teksten die toch vaak concluderen. Er is al veel kennis, maar ten gevolge van toch de complexe interactie van water, grond en de opbouw dan eigenlijk nog eens, zijn we toch nog niet in staat om echt elke case exact na te rekenen. We kunnen wel bijvoorbeeld voor evacuatieplannen aan de slag, maar om nu echt een dijk en de bres ontstaan en de bresgroei volledig te begrijpen, is het toch te complex om in onze huidige modellen te vatten. Er zijn dan ook in die syntheseteksten vaak mensen die eigenlijk een lans breken om grootschaal validatieproeven te doen. En de laatste referentie die ik hieruit heb, of van heb, is wel 2011, maar ik denk dat dat vandaag de dag nog altijd wel de roep is. Dus ik zei het net, voor eigenlijk conservatieve evacuatiestrategieën te bedenken, hebben we wel voldoende kennis. Maar om echt te weten, gaat het hier nu misgaan? Gaat het hier een groot gat worden? Gaat hier een klein gat worden? Om bepaalde bestaande dijk te evalueren, schiet onze kennis toch nog tekort. Ik geef ook nog even mee, waarschijnlijk jullie niet onbekend, er zijn een drietal erosiefenomenen die we meestal in ons achterhoofd hebben. Je hebt oppervlakkige erosie en dan krijg je uitschuring eigenlijk. En soms krijg je een vorming van een kuiltje. Dat dan, dus dit is de vorming van het kuiltje. Kan je die kuiltjes zie je dan soms opwaarts migreren, noemen we dan headcut erosie. Daartussenin heb je meer een geotechnisch opdrukken of oppervlakkig afglijden van een stukje mootgrond. Afhankelijk van welk proces je de onderzoeker in zijn hoofd heeft, zijn er verschillende formules voor. Nu, al die formules zijn spijtig genoeg niet klassiek te voeden met een te meten parameter op de grond, maar kan wel achteraf gecalibreerd worden op een bepaalde situatie. Blijkbaar in praktijk is het vaak een combinatie van dit alles en schieten voorlopig onze modellen tekort. Wat heb ik ondertussen al geleerd, maar dat is waarschijnlijk ook voor velen al gekend. Er zijn verschillende stadia, er is wel al consensus in de wereld rond. Je krijgt eerst die oppervlakkige erosie en kuiltjesvorming, de headcut erosie, terugscheidende erosie naar de rivier toe. Wat je hier eigenlijk ziet, dus hier is eigenlijk die headcut gevormd en die is naar de rivier toe, naar achteren toe aan het terugscheiden. En dan krijg je
blokken grond of motorgrond die eroderen. Zo zijn er een vijftal fases ondertussen door vele auteurs bedacht. Hè. De vijfde fase is eigenlijk als je de stroming niet meer vrij over... het is geen stuw niet meer, het is geen overlaatflow, maar het afvaartspeil is dermate gestegen dat je een soort verdronken overlaat hebt. Dan krijg je dat beeld. Dat hebben wij in de proef van Lillo gezien. Ik neem aan dat op andere proeven dergelijke situaties ook voorvallen. Een andere foto die ik daar juist al liet zien, is eigenlijk op Wijmeers. Hier is dezelfde fase 2. Waar het niet dat als in het vorige verhaal was dit verhaal zich na 40 minuten, of deze foto is 40, 45 minuten na het begin van de proef genomen. Deze foto is eigenlijk meer dan 2 maanden na het begin van de proef. Andere condities, andere dijk, gras, de andere had geen gras. Veel te veel variabelen eigenlijk om, ja, je kan ze wel oplijsten en zeggen dat zal allemaal wel bijdragen tot het verschil. Maar spijtig genoeg dermate veel variabelen dat het ook niet echt te vatten is welke is nu hier de reden waarom dat de een het wel doet en de andere niet. Korte inleiding eigenlijk. Wat zijn nu de uitdagingen voor ons, voor Vlaanderen, ik veronderstel voor jullie ook, ten gevolge door klimaatverandering? Denken we dat kleinschalige overloop of overslag meer en meer gaat kunnen voorkomen? Natuurlijk willen we onze dijken, we kunnen ze verhogen. In Nederland is dat misschien nog een mogelijkheid, maar in Vlaanderen is er eigenlijk toch een beetje consensus om de kruinen, hoe dat ze nu zijn, te behouden en naar andere mogelijkheden of alternatieven te gaan zoeken. Dus denken wij, we moeten onze dijken misschien toch nog harder bestand gaan maken tegen zo'n kleinschalige overloop en overslag. Omdat we denken dat dat frequenter gaat voorkomen. We denken ook, ten gevolge van die klimaatverandering, dat er meer verdroging en vernatting van die dijken gaat gebeuren, waardoor scheurenvorming meer en meer kan voorkomen. En eigenlijk die afdichtende, weinig doorlatende afdiklaag, waar dat ook op gerekend wordt, dat die in de toekomst dan niet meer zo zal zijn. Dus die twee fenomenen denk ik dat de uitdaging zal zijn. Met welke vragen zitten wij? Mijn inleiding eigenlijk indachtig. Wij hebben eigenlijk al proef gedaan. En in het begin moesten we jullie enthousiast maken van we gaan iets stuk doen en vernielen. Maar ik heb hier 3 foto's eigenlijk van een dijk langs de Schelde, zal ik het even noemen, die hier 2 uur belast is aan 10, 30 en 50 liter per meter per seconde. Met de golfoverslagsimulator ziet je in de verte. Nu, ja, je ziet eigenlijk gewoon niks gebeuren. 50 liter per seconde per meter, dat is toch niet onweinig. Dat krijg je dus niet stuk. En als ik er nu aan terugdenk, denk ik, ja, we zijn direct naar een andere locatie gegaan, die hebben we stuk gekregen, hebben we heel de thesisonderzoek op gedaan, waarom is die stuk gegaan. En achteraf gezien denk ik, misschien hebben we te weinig naar deze dijk gekeken, want die heeft het wel perfect gedaan, daar is gewoon niets mee gebeurd. Een andere vraag is eigenlijk, ja, dit zijn kleine overloopfenomenen in Vlaanderen opgetreden de voorbije jaren. Dus geen honderden liters die erover gaan, maar een dun pelletje van 10 centimeter water misschien, gedurende een paar uur. En wat blijkt nu? Uiteindelijk is dat nooit een bris geworden. Hier is eigenlijk een kanaal, hier is toch wel relatief veel water in totaal overgelopen. Maar dat is niet, doorgegaan tot in het kanaal, dus het is niet echt een bris geworden. Hoe komt dat het eigenlijk hier gestopt is? Hetzelfde hier, en daar kan je misschien de asfaltlaag die erop ligt al een beetje... de schuld is iets slecht uitgedrukt, hè, maar eigenlijk, hoe komt dat hier de dijk niet geprest is en wel volledig gefaald heeft? Dat zijn eigenlijk vragen die mij ook zeker bezighouden, omdat dat ons misschien ook richting de goede oplossing kan leiden. Acties die nu lopen in Vlaanderen en die ik zeker nog wil meegeven met jullie, is wij zijn eigenlijk op dit moment toch terug aan het kijken naar aanleiding van een aantal terreinproeven, dat die stroming over die dijk toch niet zo mooi uniforme stroming is, maar dat is eigenlijk een heel turbulent verhaal met heel veel schuimvorming, heel veel areatie van de stroming. Eigenlijk allemaal kleine watersprongjes. Aan de teen heb je dan een watersprong die zich toch niet altijd zo gedraagt als we in de boekjes zouden moeten geloven. Dus daar zijn we toch terug aan het bestuderen. We zien eigenlijk sommige vegetatie die, dijk die wel sterk is. We zien vegetatie die niet sterk zijn. Uiteindelijk hebben we er ook wel heel wat vragen rond. We gaan de komende jaren proberen eigenlijk de added value van kalkbehandeling van afdiklagen in beeld brengen. Er zijn toch tekenen dat eigenlijk de erosieweerstand of erosiebestendigheid naar boven gaat als je klei die initieel niet zou voldoen behandelt.
Heeft wel een aantal uitdagingen, ik kan dat misschien niet eens zeggen. Wil ik zeker straks nog in de groep hebben. Als we nu de erosiebestendigheid van een afdeklaag karakteriseren aan de hand van de IP, plasticiteitsindex, en dan boven bepaalde waarden zeggen het zal wel voldoende waterdicht zijn, het zal wel voldoende erosiebestendig zijn. Vanaf dat je met kalkbehandeling begint, ja, dan heb je eigenlijk niet meer 100% natuurlijke grond. In elk geval, die IP-waarde is geen goede schatter niet meer voor die beide goede karakteristieken. Dus moeten we op zoek gaan naar een andere eigenschap die dan de erosiebestendigheid in beeld brengt. De IP gaat eigenlijk naar beneden als je met kalk behandelt, maar de waterdichting en de erosiebestendigheid gaat toch naar boven. Wij doen testen met verschillende geofysische methodes om anomalieën te detecteren. We proberen de signalen van hyperspectraalbeelden te vergelijken met grasinspecties op terrein en zo misschien op grotere schaal goed en slecht gras of goed en slechte dijkvegetaties te identificeren. En we zijn eigenlijk uitermate op zoek naar bresbreedte groeiende maatregelen. We zien eigenlijk een bres als die ontstaat, zolang dat die 1 à 2 meter breed is, dan is dat niet ideaal voor het achterliggende land. Maar in feite, als het tot die breedte blijft, dan zijn er niet zo'n enorme grote gevolgen. Dus als we er iets aan kunnen doen, dat de bres dat ze ontstaat, gaat er misschien altijd zijn. Een anomalie kan je niet altijd voorkomen, maar als de groei in de breedte beperkt wordt, dan winnen we toch al heel veel tijd. Ja, een aantal voorbeeldjes van zaken die wij ook in Nederland die allemaal worden gedaan, maar misschien waar de coherentie soms er niet is, waardoor dat we doen soms wel een kwalitatieve inspectie. We doen, dat hebben wij zelf nu nog niet gedaan, maar in Nederland is er toch een toestelletje om echt de treksterkte van de graszoden te bepalen. Er zijn in Frankrijk heel wat mensen die ervaring hebben met een jet-test. Een jet-test is eigenlijk een soort jet met een waterpistooltje op hun dijk schieten en dan monitor je hoe sneller een kuiltje zich vormt. Het zijn allemaal manieren om eigenlijk de erosieweerstand te meten, maar tot één verhaal komt dat zeker nog niet. Er komt altijd wel een getalletje uit dat je in je model steekt en dan moet je dat getalletje nog wat aanpassen en dan kom je in de buurt van wat de metingen hebben gelegd. Dat is een voorbeeldje van een breedte groeiende maatregel. Het water stroomt van rechts naar links en de proef was eigenlijk goed begonnen van alle terugschrijdende erosie tot eigenlijk aan de teen van de dijk langs de rivierzijde en dan is de bres gestopt met groeien. Achteraf was dat dan heel duidelijk. Aan die kant was er en zeer sterke klei en ook nog heel wat puin. Ik zeg nu niet dat we al onze dijken zo moeten gaan opvullen, maar in elk geval was daar de overstromingvolumes die in de polder terechtgekomen zijn, waren toch relatief klein. Voorbeeldjes van eigenlijk een bresproef waarbij de stippellijn is eigenlijk het centrum van de proef. Dan zagen we eigenlijk vrij snel, na één dag al, dat die asymmetrisch aan het groeien was. Heeft dat te maken met dijkkarakteristieken? Heeft dat ook te maken met eigenlijk de stroming in de rivier? Persoonlijk weet ik het nog niet, maar dat is denk ik wel interessant om te bekijken. Tot slot, als het dan toch misgaat, moeten we natuurlijk noodmaatregelen nemen. En dat is ook wat de link naar de proeven. In feite, als het dan misgaat, is het misschien, we hebben niet geoefend om noodmaatregelen te nemen. Misschien bieden zo in situ proeven ook de mogelijkheid om dergelijke acties een beetje te repeteren en te oefenen. En beter op elkaar af te stemmen. Dat is mijn verhaal, eigenlijk als korte inleiding, eigenlijk, om jullie al een beetje te teasen van waar dat we straks, als we dan een dijk hebben die ter onze beschikking staat, om die eigenlijk niet zomaar stuk te doen, maar om die stuk te doen met meerwaarde voor de beheerders, voor de wetenschap enzovoort. Zijn er al bedenkingen, als jullie dit horen, die jullie willen meegeven? Anders geef ik het woord aan Miron. Jin? Ja. Ik geef even de microfoon. Ik heb eigenlijk een simpel vraagje. Bart Schultz trouwens is mijn naam. Wat is eigenlijk het veiligheidsniveau van de dijken? En een vervolgvraag is dan eigenlijk, welke omstandigheden heb je normaal gesproken wanneer dat veiligheidsniveau bereikt zou worden? Je bedoelt het veiligheidsniveau in Vlaanderen? Ja, dus bijvoorbeeld onze rivierdijken zijn 1 op 1250. Nou, wat is het, wat is het in Vlaanderen? Wel, het is niet dat, wij hebben niet zoals in Nederland een wetgeving, nationaal zal ik zeggen, die het dijk of het beschermingsniveau vastlegt. Het is eigenlijk de beheerder bij ons. En nu is het ook een beheerder in de zaal, ik kan nu zien dat ik het juist zeg.
Die hebben eigenlijk zelf hun kostenbatenanalyse gedaan voor hun ambtsgebied. En die hebben dan een beschermingsniveau in zones eigenlijk bijna laten goedkeuren door de overheid en door zichzelf eigenlijk. En dat zijn ze nu aan het realiseren. Nu, het afwaartse gedeelte van de Zeeschelde bij ons, die aansluit op de Westerschelde, is ook ongeveer die 1 op de 4000-jarige storm. Zal er na realisatie van het Sigma-plan vlekkeloos moeten kunnen passeren. En dan heb je overslagdebieten die in theorie de 10 liter per seconde niet overschrijden op de meeste plekken. Oké, Wouter, hier vooraan. Ja, ik had een vraagje eigenlijk over de proeven, zeg maar, en de mogelijkheden daartoe. Want wat mij opviel uit het plaatje zeg maar, van het plenaire deel, is dat het ontzettende lengtes zijn. Dus, zitten jullie er ook aan te denken om bijvoorbeeld juist van dat gegeven gebruik te maken en ook heel veel verschillende proeven met ongeveer dezelfde opstelling of net wat variaties naast elkaar te doen? Omdat je eigenlijk is volgens mij ook vrij uniek dat je niet zegt van nou we hebben dit kleine stukje waar het mag, maar echt gewoon hele lengtes. Wij hebben grote lengte. Nu dat jij het zegt, en ik zie jou net, HKV die is ook voor mij naar die proeven in Wijmeers aan het kijken eigenlijk. En wat mij bijblijft van een van de resultaten van jullie over de grasmatbeoordeling is, wij zitten daar op 100 meter, hebben daar 4 proeven naast elkaar gedaan. En ik ga die nu vergelijken, zal ik zeggen. Die resultaten zijn dus, nu blijkt HKV mij dat te zeggen, moeilijk te vergelijken. Want elke proefzone heeft eigenlijk zijn eigen anomalie die ik op voorhand er niet had ingezien. Ik zag er overal gras, ik zag er ongeveer eenzelfde zandkern. En de afdeklaag was misschien op de ene plaats iets minder dik als de andere. Dus wat achteraf gezien wel zeer spijtig is, want in de Wijmeersproef, ondanks dat we 4 keer gelijkaardige sitewouw belasten hebben, toch 4 naast elkaar zijnde, hebben we 4 leuke proeven gehad, maar ze zijn niet onderling vergelijkbaar. Ik denk voor deze zone, omdat we dat lang stuk hebben, ben ik toch voorstander om dat lang stuk veel beter op voorhand in beeld te brengen. De grasmat beter in beeld te brengen, de afdeklaag beter in beeld te brengen en misschien geen 20 proeven te doen, maar als je dan 2 doet, doe het dan wel op 2 zaken die ofwel, naar gelang je wil, hetzelfde eruit zien of dat je toch iets kan vergelijken. Ja. Ik kan het vast aan. Misschien is het goed om de vraag achter in de zaal even vast te houden.